is de Harrishorst knevelbustrens dubbel gebroken met een mondstuk van 15 mm. Zoals gezegd een bustrens wat inhoudt dat de bitteringen niet loszitten. Het bit is een dubbel gebroken bit wat licht meegevormd is met de mond van het paard. Waarbij het middenstukje omhoog geplaatst is wat inhoudt dat hij meer inwerkt op de tong. Deze kneveltrens heeft twee uitstekende delen wat ervoor zorgt dat het meer inwerkt op de wang van het paard. En ervoor zorgt dat het bit niet door de mond van het paard getrokken kan worden.